Welkom bij video 2 van MBRJ1. En in deze video gaan we straks Open Directory installeren en configureren. Gaan we file sharing op dergelijke manier doen dat we een folder gaan maken voor user home folders. We gaan de users en de groepen importeren. En we gaan dus de home folder toewijzen en dus daadwerkelijk aanmaken zodat een netwerk user ook zou kunnen gaan inloggen. Maar we beginnen dus met Open Directory. Daarvoor hebben we de server app nodig. Dus die gaan we hier openen. We connecten met deze server, server 1. Een beetje herpositioneren, een beter overzicht hebben. En we gaan hier in de linker menu kiezen voor Open Directory. Het enige wat we hier kunnen doen is dat we hem aan gaan zetten. En dan moeten we gaan kiezen welke optie. We gaan een nieuwe Open Directory domein maken of we gaan een joinen aan een bestaand Open Directory domein. We gaan een zogenaamde replica maken of we gaan een restore doen met behulp van een archief. In dit geval is er nog geen Open Directory domein aanwezig, dus die gaan we maken met de eerste optie hierbovenin en kiezen voor next. Er wordt een nieuwe admin aangemaakt voor deze Open Directory. Die wordt standaard Directory Administrator genoemd. Met een shortname van Dear Admin. En deze kunnen we gewoon laten staan. We geven deze gebruiker, deze admin, wel een eigen wachtwoord. En daarna gaan we de organization naam opgeven. In dit geval is dat het bedrijf MobileTech. En het e-mailadres is admin apenstaartje mobiletech.lan. Naar de volgende krijgen we nog een keurig netje een overzichtje. Controleren of alles klopt. En dan kiezen we voor setup. En we laten deze wizard eventjes doordraaien. Vervolgens zien we dat de Open Directory is aangemaakt. Die zien we hier ook terug. En hij staat op aan. Dus we kunnen hier een aantal zaken gaan wijzigen. Een Global Password Policy. En we kunnen deze Open Directory ook gaan archiveren. Dus een soort backup gaan maken. Maar wat wij gaan doen is in de volgende stap eerst zorgen dat we straks een folder hebben voor onze users. Die we gaan importeren. Zodat ze ook een folder hebben waar hun spullen opgeslagen kunnen worden. En dat doen we op de dataschijf. Dan gaan we een nieuwe folder maken en die heet User Home Folders. En hierin worden straks alle home folders van de users in opgeslagen. Om deze folder ook daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken, gaan we naar File Sharing. Die zet ik aan. En ik ga hier een nieuwe folder toevoegen. En kies vervolgens de User Home Folders die we net gemaakt hebben. Dus deze hier selecteer en ga via het tandwieltje het keermenu naar Edit SharePoint. Kan ik bepalen wat daarmee gebeurt. En hij wordt geshared voor Mac clients en hij wordt geshared voor Windows clients over SMB, oftewel Server Message Blocks. Die hebben we nu niet nodig, maar wat we wel willen is dat we deze beschikbaar gaan maken voor home directories. En ook daarbij gebruiken we AFP en geen SMB. We hebben alleen OS 10 clients in dit geval. De folder is klaar. De volgende stap is dat we dus naar de users gaan en deze gaan importeren. Ik heb in de downloads folder de twee import scripts al vast neergezet voor users en voor groups. Ik ga ze eerst even bekijken of ik er nou aan moet wijzigen. Ietsje groter zetten. En als er een regel bijvoorbeeld is even gaan volgen, dan zien we hier een naam, een short name, het wachtwoord, de groep, een e-mailadres, domeinnaam en het klopt allemaal tot aan dit stukje, want mijn server heet niet MacServer01,
binnen het domein mobiletech.lan, maar heet server1.mobiletech.lan. Dus dit moet ik eventjes gaan wijzigen. Dat is het makkelijkste. Met find and replace, waarbij ik inderdaad deze ga zoeken. En we gaan vervangen door server 1. En nou moet het overal voor elkaar zijn. Opslaan. Dan gaan we terug naar users. Via manage. Import accounts from file. Ga ik naar import scripts en kies ik inderdaad die users. Ik controleer nog eventjes of het type inderdaad een local network account is en geen local account. Local network account. Ik geef de short name op van de directory administrator, dus niet de gewone admin, maar directory administrator, dus dat is de dir admin. Met het bijbehorende wachtwoord. En kies voor import. Hieronderin zie je dat de users geïmporteerd worden. En daar zijn ze allemaal. Op dit moment staat alles nog not allowed. Dus nog geen toegang tot bepaalde diensten. Maar dat komt straks goed op. Het script moet op de achterkant dan nog eventjes verwerken. En ik ga vast naar mijn groepen toe. En via manage, import. Ga ik ook de groepen importeren. Opnieuw zorgen dat het local network accounts zijn. En opnieuw het dir admin met het wachtwoord. Import en hier heb ik de groep. Als ik dan terug ga naar de users, zal ik zien dat de foutmelding al verdwenen is. Ik kan even via users gaan controleren of dit in orde is. Alle users staan ertussen. We hebben geen foutmelding meer. Zeg, gaat goed. De volgende stap is dat we dus die users gaan koppelen aan hun home folder. Daarvoor wil ik even laten zien hoe dat werkt. Ik ga eventjes hier openen de folder van user home folder, zodat je mee kan kijken. En hier gaan we alle users selecteren. Rechtsklik, kies voor edit user. We gaan meerdere users tegelijkertijd selecteren. Heel eventjes wachten, zien we hier home folder komen te staan. Als we hierop klikken, kunnen we kiezen voor user home folders. Dat was de map die we toegekend hebben. En met een klik op done gaan we zo meteen hier zien dat de diverse home folders ook daadwerkelijk aangemaakt worden. Hieronder in het venster zie je de voortgang. Ze wachten even tot alle gebruikers een eigen map aangemaakt hebben gekregen. En klaar. Als ik op deze manier even laat zien, zie je inderdaad dat alle submappen bij de users ook gemaakt zijn, dat de rechten in orde zijn. De laatste stap die ik hier nog even ga doen is opnieuw al die users selecteren en met edit user kijken of er ook groepen genoemd zijn. Blijkbaar zijn er ook e-mailadressen en dergelijke. Het ziet er allemaal goed uit. Dus we zijn daar zover dat we terug kunnen gaan naar ons lijstje. Wat we gedaan hebben in deze video is dat we Open Directory geïnstalleerd hebben en geconfigureerd. We hebben op de dataschijf een folder gemaakt die heet User Home Folders. We hebben de users en groepen geïmporteerd en we hebben de home folder toegewezen en gemaakt voor de diverse users. En daarmee zijn we aan het einde van video 2 gekomen en zie ik je graag terug in video 3.